Goedemorgen, het is vandaag woensdag en ik ga even snel een lunch halen. Ik heb net mijn lunch gehaald, want ik heb nog niet ontbeten. Ik heb een Italiaanse tosti gehaald. Kijk hoe lekker die eruit ziet, mensen. Ik heb hier echt zo trek in. Ik ga deze zo opeten. Dan heb ik straks dus een afspraak. Focus, focus. Namelijk een interview straks. En het is voor een blad. Ik weet niet of ik er heel veel over kan zeggen. Maar zodra ik er wat meer over kan zeggen, dan zien jullie het wel terug in mijn vlog. Ik heb er in ieder geval heel veel zin in. En daarna ga ik waarschijnlijk de stad in, want ik moet echt even een paar truitjes weer gaan halen. En een paar broeken, want ik pas echt niet meer in mijn broeken. Trouwens, ik heb echt zoveel pijn aan mijn lichaam. Ik heb gisteren voor het eerst gesport en ik ben meteen 2 keer naar de sportschool gegaan. Dus ik voel het echt aan mijn benen en aan mijn kont. Maar ik ga vanavond weer en ik heb er echt weer zin in. Ik heb gewoon weer zin om te gaan sporten, dus dat komt helemaal goed. Ik heb trouwens vandaag zo'n fur gilet aan van Malika Seymak. En ik vind hem echt zo cute. Hij is echt zo mooi. Ik ben er echt gek op. Ik zal alle informatie over Malika Seymak even in mijn beschrijving noteren. Haar website. Ik zal ook even noteren waar haar showroom is gevestigd. Want die is sinds kort ook geopend in Vianen. Dus ik ga het allemaal even noteren voor jullie in de beschrijving. En dan kunnen jullie dat opzoeken. Je kunt haar ook volgen trouwens op YouTube. Malika Seymak, zij is echt de beste. Ik vind haar echt tof. Echt lekker. Kijk hoe warm die nog is. Ik weet niet of je dat kunt zien. Het is een tosti met pesto. Echt. Als er iets is wat ik lekker vind, dan is het een warme ontbijt of lunch. Oké, jongens. Ik ga dit snel opeten en dan ga ik snel door naar mijn interview. En dan probeer ik. En dan hoop ik dat ik nog genoeg tijd heb om te gaan shoppen. Zie je straks. Oké, guys. Ik ben inmiddels klaar met mijn interview. En het is inmiddels gewoon donker buiten. Kijk, één keer. Het is gewoon al vet donker buiten. Dus ik heb maar even het lichtje aangedaan voor jullie. Ik ben net gepakt bij Bijenkorf. En ik ga even heel snel langs de Zara en langs de H&M. En dan ga ik weer naar huis om te koken. Dat is eigenlijk de planning. Ik heb ook helemaal niet meer zoveel tijd. Het is nu al 4:15. Dus ik moet alles even snel doen. Ik hoop dat ik echt iets leuks ga vinden. Ik denk hoe gezellig het eruit zit in de stad. Het is trouwens ook echt vrij rustig. Het is woensdagmiddag. Oké, ik heb inmiddels lekker geshopt bij de Zara en H&M. Ik laat jullie straks even zien wat ik heb gehaald. Guys, dit is de eerste keer dat ik gewoon een pokeball ga eten. Oh, is het je eerste keer? Ja. En kijk eens met wie. Ik voel me net een jongetje mag. Nee joh. Ik ben echt benieuwd. Eigenlijk heeft Selma hem voor de helft samengesteld. Ik ga hem zo voor jou doen. Ja, ik doe. En dan moet jij filmen en dan moet je muziekje doen. Anders. Ik zal speciaal voor jou doen. Weet je. Nu komt de muziekje, jongens. Oké, guys. Ik ben eindelijk onderweg naar huis. Ik was net echt bang. Ik ga jullie eerlijk zeggen. Selma heeft me even afgezet bij de parkeergarage. Maar ik was echt even bang. Want er was blijkbaar een stroomstoring. Het was echt kapot donker op straat. En ik kreeg helemaal de verkeerde richting op. En ik moest echt nodig tanken. En ik kreeg dus naar een tankstation in het donker. En ja, die deed het gewoon niet. Dus ik was echt zo bang geworden. Dus ik ging me echt snel haasten. Dus ik ben me echt gaan haasten naar Rotterdam-West, waar ik het gewoon allemaal ken. En hier doet de stroom het wel. What the fuck? Nou, hier is ook wat gaande. Nou, hier doet de stroom het dus wel. En ik ga hier dus even snel tanken. Oké, guys. Ik heb hier lekker net getankt. Ik ga nu snel naar huis. Oké, finally. Ik ben thuis aangekomen. Het heeft echt heel lang geduurd. En ik heb ook nog in de file gestaan. Zweethoofd. Ik ga in ieder geval heel snel douchen nu. En ik wil eigenlijk nog naar Honey toe. Ik weet niet of ze daar heel erg zin in heeft. Want ze moet morgen gewoon werken. Maar ik wil naar Honey toe. Ik mis mijn mamaatje van Rotterdam. Het is niet mijn echte mama trouwens, jongens, voordat jullie verkeerd gaan denken. Maar Honey heb ik echt vroeger. Honey heb ik echt ontmoet toen ik net in Rotterdam kwam wonen. En ja, zij was een soort van mama figuur in Rotterdam, dus daarom. Ik ben net thuis, zo echt felle licht op mijn hoofd. Maar ik ben aan het achterkomen, ik ben vergeten om mijn outfit vannacht te laten zien. Dus ik laat het maar even zien. Bont giletje van Malika Seymak. Kijk, ik heb vandaag het nieuwe shirtje aan. Van LA Sisters. Ik vind hem echt heel tof. Staat Supergirl op. Past hier perfect bij. En de blazer is van Misguided. En een broek van de Zara.
Trouwens, ik had het nog niet gezegd, maar de Dermapen doet bij mij echt letterlijk wonderen. Ik heb echt zo'n mooie huid gekregen. En dat na één keer mag doen. Want het werkt bij mij echt goed. Ik heb zelfs het gevoel alsof het bij mij beter werkt dan de fractional laser. En daar moest ik echt een week van herstellen. En van de Dermapen moest ik maar 2 dagen herstellen. Ik zie er trouwens echt gek uit in deze licht. Ik lijk net zo'n anime of zo. Kijk mijn ogen. Oh my god. Deze wimpers zijn niet in alle belichtingen mooi hoor. Horen jullie trouwens kraken als ik loop? Dat is mijn doek. Kijk dan, elke keer als ik hier kom, dan haalt Honey dus gewoon Red Bulltje voor mij. Hoe lief is dat? Even mij komen. Love you, Hon. Marcel is nu thuis. We hebben op hem gewacht en we hebben allemaal nu een beetje honger. Dus ik zei, oké, we gaan stemmen. Hier in de buurt is een KFC en een McDonald's. Dus Honey zegt, ja, ik kies voor McDonald's. 300 meter. Oh. Dus ik zeg tegen Marcel, wat kies jij? Hij zegt, ja, wat kiest u eerst? Ik zeg van, nee, jij moet eerst zeggen wat jij kiest. Hij zegt, nee, eerst juist. Ik dacht, oké, ik zeg dan KFC. Want dan mag jij eigenlijk beslissen waar we naartoe gaan, KFC of McDonald's. Gaat hij McDonald's zeggen? Terwijl ik naar KFC wou, dus ik heb nu echt verloren. Dan moet ik ze brengen naar McDonald's. We willen niet 300 meter lopen. Ja, kom, we gaan er vandoor. In mijn badjas, jongens. En mijn pantoffels, hebben jullie die al gezien? Panten. Oké, wij zijn aangekomen bij de Mac, jongens. Hier. Stop. Mag ik binnen? Dat is niet kan. Echt? Ja, jongens, ik heb dus 2 McCroketjes gehaald. Die zijn vandaag in de actie. 2 voor €2. Oké, guys. Ik ben inmiddels thuis. Ik ga nu even mijn make-up eraf halen. Ik ga straks nog uitgebreid. Ik ga straks nog uitgebreid mijn gezicht wassen hoor. Ik haal het eerst eraf met deze doekjes van Ikea. En dan ga ik lekker slapen. Het is echt laat. Volgens mij is het nu 1 uur of zo. En Nessie komt om 1:30 thuis. Ik heb echt de perfecte timing nu gewoon. Ik ga hierbij ook gelijk de vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk vinden. En ik zie jullie morgen weer. Doeg!